Goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom namens Spui 25 en de Arbeiderspers bij dit programma over Europa. Of preciezer, bij dit programma over Midden- en Zuidoost-Europa. Of nog preciezer, over de Balkan. Maar die term staat ter discussie zeker vanmiddag, zeker in het boek dat we hier vanmiddag presenteren. En dat de aanleiding vormt voor dit programma 9 steden, Europa van Wenen naar Istanbul, van Guido Snel. En voor degenen die daarover nog moeten worden ingelegd, Guido Snel is schrijver van zowel romans en verhalen als non-fictie, vertaler en universitair docent Europese letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn naam is Peter Nijssen, ik ben als redacteur verbonden aan Arbeiderspers en in die hoedanigheid ook al vele jaren de redacteur van Guido. Aan mij de eer en de taak u kort het programma van vanmiddag uit de doeken te doen. Maar nu ik hier toch sta, niet zonder mijn bewondering uit te spreken voor dit, ook gezien de hoeveelheid werk en tijd die erin zit, kolossale boek. 9 steden is naar mijn stellige overtuiging bovendien een monumentaal project dat de lezer op de meest pregnante manier zowel de complexe geschiedenis als de brisante actualiteit toont van die hele geopolitieke regio die wij kennen onder de noemer die Snel in zijn boek als gezegd sterk bekritiseert, de Balkan. Mij persoonlijk wierp 9 steden ook nog eens terug naar de dagen die een scharnierpunt in de geschiedenis van de regio, of eigenlijk in de moderne wereldgeschiedenis, zouden blijken te zijn. Vele malen gedurende de lectuur van dit boek werd ik namelijk bezocht door levendige herinneringen aan de reis door Midden-Europa die ik in de zomer van 1989 tussen eind juli en eind augustus maakte. De Trabantjes en Wartburgs die wij tot onze verbazing in grote aantallen in Oost-Hongarije, nabij de toen nog Sovjet-Russische grens en later vanuit Joegoslavië op weg naar Wenen voorbij zagen rijden, bleken de voorbodes van een omwenteling in de Europese geschiedenis. Een paar maanden later viel de Berlijnse muur. Geen 2 jaar later brak in Joegoslavië een burgeroorlog uit. Te reizen betekent te leven, zo luidt de titel van een essay van Danilo Kiesch, opgenomen in het dit voorjaar verschenen Homo Poeticus en opgenomen in de reeks Privédomein. Voor de samenstelling van het boek is ook Guido Snel verantwoordelijk. En hij zal de stelling van die titel onderschrijven. Te reizen betekent te leven. Totdat de pandemie daar een stokje voor stak, reisde hij de afgelopen jaren veelvuldig en langdurig met het oog op dit boek, dat dus behalve een cultuurgeschiedenis ook een reisboek is, door de regio. En met die mededeling ben ik als vanzelf bij het programma van vanmiddag aanbeland. Guido Snel spreekt zo meteen over zijn boek met Chris Keulemans. Die laatste is reizend journalist en schrijver, meest recent van het boek Het ligt hier te koop, het boek Gastvrijheid, eind december verschenen bij uitgeverij Jurgen Maas. Chris is enkele jaren geleden uitgeroepen tot ereburger van Sarajevo. Sarajevo zeg jij, geloof ik. Vanwege zijn verdiensten voor de stad tijdens en na de oorlog. Het hoeft daarom niet te verbazen dat hij zelf in 9 steden figureert. Daarna zal het interview zich al spoedig uitbreiden tot een gesprek. Omdat Keulemans ook Irene van der Linden op het podium zal vragen. Zij is schrijver en redacteur van de Groene Amsterdammer. En u mag daaruit afleiden dat zij tijdens het gesprek dat zich gaat ontrollen haar visie zal geven op Guido's visie op de regio, zoals beschreven in zijn boek. Van der Linden publiceerde de afgelopen jaren samen met documentairfotografe Nicole Segers een 3-tal boeken over de oost- en zuidoostgrenzen van Europa. Het einde van Europa 2004, Het veer van Istanbul 2010 en Bloed en honing, ontmoetingen op de grenzen van de Balkan, zeer recent in 2020. Het gesprek dat Keulemans voert met Snelle van der Linden zal op zeker moment worden onderbroken door de vertoning van 3 korte videoboodschappen. Van de Hongaarse schrijver Noemi Seci, van de Turkse in Istanbul woonachtige schrijver en filosoof Kerem Eksen, die ook in 9 steden een prominente rol vervult, en van de Bosnische schrijver, wetenschapper, politicus en overlevende van de genocide in Srebrenica, Emir Suljagić, die u wellicht nog zult kennen van het boek dat hij over die genocide schreef, Briefkaarten uit het graf. En over wie ik u tot slot meld dat bij de Arbeiderspers deze zomer een nieuw boek van hem zal uitkomen onder de titel Een landkaart van het verdwijnen. Ik wens u een leerzame en boeiende middag en geef nu graag het woord aan Chris Keulemans. Thank you.
Dankjewel, Peter. Ik ben niet Chris geworden. Ik ga eerst iets voorlezen. Fijn dat u hier allemaal bent. Ik ga een kort fragment voorlezen uit het boek dat door Chris is voorgesteld. En misschien kan ik jou straks vragen, Chris, waarom precies dit stukje? Het is het einde van het hoofdstuk in en over Belgrado. En u bent hier ongeveer in, begin januari 1997. De avond voor vertrek bracht ik bij vrienden buiten de stad door. Het vliegtuig vertrok de volgende ochtend vroeg. Het sneeuwde toen ik in alle vroegte opstond. Strooiwagens waren er niet. Het asfalt was kapot. De lantaarns deden het niet. De auto klampte zich vast aan twee kleine rode lichten in de verte. Mogelijk een andere auto, die zich net als ik een weg door de sneeuwnacht groef. Voor het vliegveld had ik nog een afspraak in Nieuw-Belgrado. Een vriend uit Amsterdam, net als vele anderen voor de dienstplicht uit Belgrado gevlucht, had me gevraagd of we bij zijn ouders zijn stereo-installatie wilden ophalen. Van alles wat hij had achtergelaten, was dat blijkbaar wat hij het meeste miste. Zijn vader zou beneden bij de ingang op me staan wachten. Ik had de man de vorige avond nog gebeld en hij had de afspraak om 16:30 in de vroegte bevestigd. Ik zocht een half uur vergeefs langs de eenvormige woonblokken. Alles was uitgestorven. De eerste levende ziel die ik op dit uur van de dag zou zien, zou wel de vader zijn, meende ik. En zo geschiedde. Een sombere, lange gestalte met pet stond in de verse sneeuw. Ik stopte en stapte uit. Staande voor het massieve beton van de woontoren, keek ik omhoog. Het was gestopt met sneeuwen. Ergens daarboven, achter een van die donkere ramen, had ooit zomaar het stervende lichaam van de volledig vereenzaamde dichteres Maria Tschudina kunnen liggen. Citaat van haar. Een ziekenkamer, het ronddobberend vlot van een schipbreukeling, dat af en toe de vorm aanneemt van een stevig, dichtgespijkerde kist, die stuiterend over de golven van de ijle oceaan steeds verder afraakt van de kust, van de rand van het aardoppervlak. Einde citaat. Heel even duizelde het mij. Ik dacht, nu is het gedaan. Ik ben in een parallelle realiteit terechtgekomen. En ik zal hier voorgoed moeten blijven, in deze duistere, manicheïsche wereld, die Tschudina als een Cassandra al in de eerste helft van de jaren 80 had gezien en die nu werkelijkheid was geworden. De vader mompelde dat ik de groeten aan zijn zoon moest doen. Ik schrok op. Ik beloofde dat te doen, terwijl ik heel goed wist dat de verhouding tussen de twee vertroebeld was. De zoon voelde zich schuldig, zijn ouders zich in de steek gelaten. De vader overhandigde me een doos die veel te groot was voor handbagage, maar ik zei niets en nam het pakket aan. Het was het gemis van deze man, een klein gegeven in het grote geheel van de oorlog, maar een ramp voor hem en zijn vrouw, niets minder dan het einde van de wereld. Het gemis van deze man dat me terugbracht in het heden van dat moment, het heden van Belgrado. Ik vroeg jou dit voor te lezen omdat heel mooi geschreven fragment is. Omdat het iets duidelijk maakt over hoe het boek werkt. Namelijk, je bent ergens in een van die 9 steden. Je maakt iets mee en daar dwars doorheen komt ook nog het bewustzijn of de herinnering aan een van de schrijvers die je ons introduceert. In dit geval de schrijfster Maria Tschudina. Je brengt dat bij elkaar op de meest natuurlijke, organische manier. En in dit fragment ben je dan ook nog een keer het laat zien hoe je niet bang bent om op de bodem van die steden waar je af en toe komt, te verblijven. En de donkerte daarvan ook echt tot je te laten doordringen. Dus daarom dacht ik. En ik wilde het jullie ook laten horen, omdat je zou denken, dit is misschien een geschiedenisboek of een literatuurboek. Maar het is ook gewoon heel prachtig proza.
Dat is ook de reden waarom jullie het straks allemaal moeten gaan kopen. Ik heb ontzettend uitgekeken naar dit boek. We kennen elkaar al, ik weet niet, 20 jaar niet zo vreselijk goed, maar... Goed genoeg. Het groeit. Ik heb er vreselijk naar uitgekeken. En uiteindelijk wat Peter Nijssen ook zegt. Dit is echt een monumentaal boek. Het is een meesterlijk boek. Het is een boek waarin je als lezer meereist en meekijkt en meebeweegt en meeleest. Het is een boek wat gaat dwars door Europa, van Wenen naar Istanbul. Maar het gaat ook dwars door de tijd, het gaat dwars door de literatuur. Er spreekt een enorm geloof uit in de kracht van literatuur. En er spreekt een enorm geloof uit in de kracht van vriendschap. Je zegt ook ergens, het is een cartografie van vriendschappen. Niet zomaar een reisboek, maar nog veel meer dan dat. Een paar van die vrienden gaan we ook straks zien op de video. En het is, wat ik heel mooi vind aan jouw schrijven is, je weet alles, maar dan ook echt alles. Dat is af en toe een beetje intimiderend om te lezen. Maar je romantiseert niks. Dus je kijkt de werkelijkheid, de feiten, de geschiedenis, kijk je altijd recht in de ogen en zo schrijf je het ook op. Dus er wordt niks mooier gemaakt of romantischer of wilder of exotischer dan nodig. En dat is denk ik ook de drijfveer achter het boek, dat je over dat gebied wat bijna iedereen behalve wij in deze kamer de Balkan noemen... De clichés en de stereotypen, die ga je te lijf. En je laat zien wat het werkelijk is. Hoe het werkelijk geleefd en gelezen en geschreven wordt. Dwars door het hele boek heen. Nou ja, ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen. Maar dat mag je zo meteen zelf doen. We worden dus op het podium gezelschap gehouden voor een deel van de middag. Door Irene van der Linden, net geïntroduceerd. Kom erbij, Irene. Onder jullie ovationele applaus natuurlijk. Irene en Guido ontmoeten elkaar nu voor het eerst. Maar ze delen een aantal fascinaties. En ze hebben allebei een monumentaal boek gepubliceerd. Bloed en Honing, samenwerking met Nicole Segers, fotograaf die hier ook is... verscheen vorig jaar. Ook dat is een reizend boek, een denkend boek, een meelevend boek waarin je ongelooflijk veel mensen ontmoet. Niet alleen in de 9 steden, maar ook in de dorpjes, de gehuchten. Jullie reis valt af en toe samen en af en toe loopt die uiteen, maar het bestrijkt min of meer hetzelfde gebied en dezelfde sfeer. Dit boek is ook straks te koop en jullie zijn heel gelukkig, want het is eigenlijk op. Nicole Segers heeft uit haar eigen boekenkast nog 4 exemplaren opgevist die straks hier te koop zijn. Het is ook in de herdruk, maar dat duurt nog 1 maand of 2, 3. Dus voor iedereen die het nog niet heeft, straks is je kans. Goed. Om te beginnen, Guido. Jouw boek heet 9 steden Europa van Wenen naar Istanbul. En ergens in het boek zeg je, misschien is Wenen wel de hoofdstad van de Balkan. Ergens zeg je, misschien is Istanbul wel de hoofdstad van de Balkan. Wat is eigenlijk de hoofdstad van de Balkan? Gewetensvraag. Ben ik goed verstaanbaar? Ja. Oké. Wenen en Istanbul, ja... Als de voormalige centra van grote multinationale rijken. Misschien ook als steden van nostalgie. Maar ja, dan ben je eigenlijk al geen hoofdstad meer als je een aantrekkingsplek bent voor nostalgie. Weet je, de hele regio, en dat is eigenlijk wat het boek voortdurend stuurt, de hele regio zelf ligt niet vast. En daarmee verschuift ook de hele tijd wat voor mij het centrum is. En dus als ik in Wenen ben, dan denk ik nou van god, het is toch wel heel imposant hier allemaal, heel erg hoofdstad. Maar eigenlijk, als ik heel eerlijk ben,
is het de hoofdstad is het hart van het kompas. Mm. Maar het kompas zelfs verschoof de hele tijd. Mm-hmm. En literair gezien zijn het misschien Subotica of Novi Sad of allebei. Ook twee van de steden, omdat dat de steden zijn van Novi Sad en van Danilo Kiš en van Alexander Tisma. Auteurs die eigenlijk die misschien wel de belangrijkste auteurs zijn in het hele boek. Maar ook, om heel eerlijk te zijn natuurlijk, hoe meer die reizen vlotten, hoe verder we kwamen, kwam ik natuurlijk ook steeds dichter terug bij de oorlog in Bosnië. En ik denk dat voor mij heel persoonlijk, in de eerste plaats denk ik Sarajevo, als de oorlog die ik van afstand heb meegemaakt, misschien zoals de meeste mensen hier, ik weet een aantal mensen zelf in de stad waren tijdens de oorlog, mensen die hier ook zijn. Maar dat is een vormende ervaring geweest en is altijd een stad geweest waar ik me hoe dan ook toe moest verhouden. En als je dan van Sarajevo naar Srebrenica gaat, dan denk je, ja, maar dit is nog een gradatie verder in centrale betekenis. Misschien is Srebrenica wel de hoofdstad van Europa, want alles wat we na 1945 bedacht hebben in Europa van hoe het moest gaan, dat is daar dus mislukt. Maar dan denk ik ook weer, ja, maar dan stel ik een plek voor waar het onvoorstelbare zich heeft afgespeeld. En bevestig ik misschien juist weer een idee over de Balkan, dat alles daar uiteindelijk alleen maar om oorlog en vernietiging draait. Mm-hmm. En dat wilde ik heel sterk tegenspreken. Ja. Het zou een beetje treurig zijn als de hoofdstad van Europa de stad is waar die bewijst dat alles wat we na 1945 hadden bedacht is mislukt. Maar ik snap heel goed wat je bedoelt. Dan kom je dus min of meer uit op Sarajevo als je nu... Ja. Moet antwoorden, Irene. Ja, je mag hetzelfde zeggen. Ja, nou, ik dacht zo, want ik wist natuurlijk dat deze vraag zou komen. Dus ik vind wel mooi wat je zegt over die schuivende omgeving, die schuivende regio. Maar wat ik heel erg mooi vond in onze reis is dat eigenlijk overal hebben mensen dat beeld van Sarajevo. De ene verlangt ernaar, de ander durft er niet meer naar terug, omdat het misschien niet meer is zoals het vroeger was. Maar eigenlijk heeft iedereen een betekenis bij dat Sarajevo. En wat dat betreft staat het toch, denk ik, op een bepaalde manier heel erg voor daar waar alles samenkomt. En misschien meer nostalgie dan wat jij zegt, maar het is toch nog steeds wel zo. Ja. En het is ook... Ik wil heel graag daarheen. Eén keer wil ik Sarajevo bezoeken. En dat zeggen ze zelfs in Macedonië, studenten die ik ontmoet. Ik hoop dat ik een keer in Sarajevo kom. Nou. En het is hoe de situatie ook is, maar het is wel een stad die leeft. Het is niet een stad die alleen maar bestaat uit nostalgie of herinneringen aan de horror. Ja. Hij leeft. Precies. Maar Irene, jij komt op je reis ook af en toe op veel kleinere plekken, die ook wel het gevoel hebben dat zij eigenlijk het centrum van het universum zijn. Jij denkt ergens aan. Nou, verschillende plekken. Verschillende plekken. Bijvoorbeeld die... Het stadje in de bergen. Kuzinje in Montenegro. Ja, waar ze ook nog eens een keertje willen splitsen. Ja. Dat beschrijf je op zo'n manier en portretteert Nicole op zo'n manier dat je ook gaat denken: oké, daar hebben mensen echt het gevoel, nee, wij zijn het centrum. Ja, dat klopt. En eigenlijk zijn ook altijd gaan het verhalen om vroeger en eigenlijk liggen ze bijna al dit soort plaatsen die dat denken op een oude. De route naar Istanbul. Mm. Dan zegt ze, ja, vroeger was hier nog de grote handelsroute en toen waren we nog belangrijk. Het is wel een beetje, ze vinden zich nog het centrum, maar het is wel vaak gerelateerd aan een verloren tijd. Ja. Kuzinje in Montenegro. Er zijn nog 4 exemplaren te koop als u het straks aanschaft. Maar dat is ook wel weer grappig wat je dan zegt, dat je dan uiteindelijk toch ook op zo'n plek weer terugkomt op die lijn Wenen-Istanbul, ja. Waar Guido's boek natuurlijk ook begint en eindigt. Ja. Oké, de olifant in de kamer, de Balkan. Jullie schrijven allebei dat jullie een ander verhaal over de Balkan willen vertellen dan de clichés en stereotypen die er heersen. Dat je een tegengeschiedenis wil geven of tegengeschiedenissen. Laten we even kijken bij jullie allebei wat jullie zeggen over de Balkan of over het begrip zoals dat
verteld. Guido, ik begin even met een kort citaat van jou. Lees deze even voor. Ah ja, ik ben hier in gesprek met Kerem Eksen. Een van de schrijvers die u straks in de videoboodschap hoort. Een van de doelen van deze reis, antwoord ik, is illustreren dat de Balkan niet bestaat. Dat het een hersenspinsel is. Een soort Europese achterbuurt die we met z'n allen hebben verzonnen. Waar Europa zijn historische afval dumpt, de eigen duistere neuroses en obsessies kan uitleven. Zodat het zelf des te krachtiger kan stralen als baken van licht, eikpunt van vooruitgang. En over die achterbuurt zeggen we dan, de Balkan, dat is waar de tijd achterloopt. Daar is het nog 19e eeuw. Daar begrijpen ze niet wat democratie is, wat mensenrechten zijn. Geen wonder dat ze daar in de jaren 90 die barbaarse oorlogen hadden. Terwijl wij in Europa op dat moment aan ons historische integratieproject begonnen. Kortom, zij zijn geen Europeanen en wij wel. Dat is een mooie korte samenvatting van hoeveel mensen denken over de Balkan. Irene, jij doet dat ook op pagina 91. aan de hand, dat begint bij Rebecca West, de Engelse schrijfster waar we het zo meteen ook nog over gaan hebben, die een klassiek boek over de Balkan heeft geschreven. Lees even voor wat daar staat. Oké, het begint met een citaat. Violence was indeed all I knew about the Balkans, schreef Rebecca West al. Na de Eerste en Tweede Balkanoorlog van 1912 en 1913, waarbij Servië, Bulgarije, Montenegro, Roemenië en Griekenland vochten tegen zowel de Turken als tegen elkaar om de laatste resten van het Ottomaanse Rijk te bemachtigen, werd de Balkan synoniem aan geweld, oorlog en etnisch nationalisme. Het socialistische Joegoslavië onder Tito van 1953 tot 1980 kon weliswaar rekenen op veel sympathie in het Westen, maar toen de oorlogen in de jaren 90 uitbraken, kwam het beeld van die barbaarse regio snel weer terug. Zodra het gaat over de Balkan, zuchten mensen diep. Mompelen iets over complex, zwaar, oorlog, criminelen of gelukzoekers. Of ze kijken glazig voor zich uit. Ach ja, de Balkan. Dat herkennen jullie ongetwijfeld. Ik vind het supermooi dat er zomaar op een donderdagmiddag een hele zaal vol zit met mensen die niet zo denkt. Irene, jij dus ook niet. Nicole ook niet. Wat heeft jou gedreven om een aantal keren de afgelopen 10, 15 jaar door dat hele gebied te reizen en op zoek te gaan naar... Is dat nou zo? Klopt dat? Is de Balkan alleen maar complex, crimineel, oorlog? Wat noem je het? De vuilnisbak van Europa. Wat drijft je om daar naartoe te gaan en iets anders op te zoeken? Nou, het is een beeld wat eigenlijk dus vanaf de jaren 90, wat ik ook toen ik tijdens de oorlog hier was en las over de oorlog, het beeld wat echt heel dominant naar voren kwam. En wat altijd in mijn hoofd is blijven zitten, dat kan niet waar zijn, dat klopt iets niet, dat wist ik toen ook wel, maar dat bleef maar gaan. Toen was het op een gegeven moment dus 25 jaar na de oorlog en eigenlijk werd het ook wel heel stil rond dat gebied. Er werd eigenlijk weinig over geschreven en... Toen begonnen we dus aan deze reis. Het was natuurlijk een vervolg van eigenlijk die hele reis langs de grens. En we zagen daar zo'n gebied wat allemaal landen die nog bij de EU zouden komen. Dachten, nou, daar moeten we nu toch maar eens heen. En de eerste keer dat we daarheen gingen in 2012, begonnen we in Zagreb. En zouden we dus de rest van de regio nog doen. En dan voel je gewoon van, ja, maar voordat je iets begrijpt, je moet het eerst helemaal doen. Dus toen zijn we die hele reis gaan doen, met heel veel mensen gepraat. En toen dachten we, ja, weten we eigenlijk nog niet genoeg. Je moet gewoon, het is een regio zo complex voordat je het eindelijk echt begrijpt. Dus wat dat betreft is het wel, je moet gewoon wel weten waar je het over hebt als je daarheen gaat. En het is ook mooi om steeds terug te komen en steeds opnieuw te gaan kijken van, wat gebeurt hier nou eigenlijk en wat betekent het wat mensen zeggen. Maar ook... Was je er bewust op uit om mensen, verhalen, plekken te vinden die iets anders vertelden dan de beelden die wij hier normaal zien? Nee, dat ging eigenlijk vanzelf. Zodra je met mensen gaat praten, krijg je vanzelf andere beelden. Ik denk, als je daar
voor openstaat. Dat denk, want die beelden, daarom is het natuurlijk ook eigenlijk een beetje gemakzucht geweest om dat beeld zo naar voren te brengen in die tijd. Want het, je hoeft maar een beetje te praten en je ziet toch echt wel wat anders. Ja. En dat hadden we eigenlijk al heel snel. We gingen natuurlijk ook, het bleek ook dat mensen daar natuurlijk vaak over hebben. In Zagreb zeggen ze heel graag, wij zijn niet de Balkan. Mm-hmm. Dat zijn ze aan de andere kant van de grens. Maar dan in Zagreb zeggen ze weer, ja, maar de Balkan ligt wel achter het spoor. En dat is dan het socialistische deel van Zagreb. Nou, dat soort dingen vond ik daar. Dat is ook mooi, waar de Balkan eigenlijk voor staat. En in Macedonië waren ze eigenlijk heel trots om Balkan te zijn. Mm-hmm. Dan zeggen ze, ja, wij zijn de Balkan, dat klopt. We zijn en heel gastvrij, daar staat die honing voor. En we zijn, ja, we hebben af en toe oorlogen hier. En dat vonden ze geweldig. Mm. Want dat was nou eenmaal hun identiteit. Yeah. Dus nou ja, dat maakt het ook heel mooi. Wat die Balkan eigenlijk ja, ook fluïde betekent. Guido, Irene is er heel open in gereisd, gewoon nieuwsgierig. Niet per se met een doel om een tegenverhaal te schrijven. Maar kwam die wel vanzelf tegen. Bij jou lijkt me dat het motief wel degelijk is om plekken, steden, boeken op te zoeken. Mensen die een ander verhaal vertellen dan het verhaal wat je net voorlas. Ja, absoluut. Maar dat is ook het verhaal. En dat zijn de verhalen die ik zelf vanaf het moment dat ik de regio leerde kennen. Als het belangrijkste en als het meest representatief heb gezien. Mm-hmm. En ik denk dat dat veel te maken heeft met het feit dat ik de regio leerde kennen nog voordat ik überhaupt heen reisde. Ik was 21 toen de oorlog in Kroatië begon. En ik studeerde toen slavistiek, Russisch. En Amsterdam raakte overspoeld met mensen van mijn leeftijd die uit de landen gevlucht waren. En dat waren mensen die naar dezelfde rockmuziek luisterden als wij. Dezelfde soort, wat waren we, een soort post-new wave generatie. Ja, plakte maar een etiket op. Maar het was gewoon, er was niet zoveel. Je dacht niet na over, dit is anders of zo. En vervolgens ben ik, en dat is gewoon zoals het allemaal gegaan is, ben ik als literair vertaler later, ben ik vooral natuurlijk met deze taal ook, het voorheen het Servo-Kroatisch. En als je de literatuur leest, dan zie je ook dat dat een literatuur is die met handen en voeten vastzit aan zoals we in de rest van Europa schrijven. Ook wel, het opende ook wel nieuwe vergezichten voor mij. Maar dat zou ik later pas ontdekken. Dus dat het ook een doorgang bood, bijvoorbeeld naar de Turkse cultuur en de Turkse literatuur. Maar een van de gekke dingen was dus, en ik dacht daarna over na bij je introductie, dat toen wij begin jaren 90 bij de Amsterdamse slavistiek, dat wij deden Zuid-Slavische geschiedenis, maar het Osmaanse Rijk werd niet één keer genoemd. Dat was gewoon afwezig. Dat was af en toe in de hele mythologie, hè, van het Turkse juk. Maar het feit, het is eigenlijk hetzelfde als dat je heel Midden-Europa en Habsburg weg zou laten. Dat zou absurd zijn natuurlijk. En dat had alles te maken met hoe de geschiedschrijving zich nu eenmaal had ontwikkeld en het Osmaanse Rijk als een soort boeman eruit was gekomen. En dat alleen al corrigeer je natuurlijk met dit boek. Ja. Om te laten zien dat die verbindingen er van ouds en nog steeds zijn. Ja. Het klinkt eigenlijk zo logisch, maar er zit een gedrevenheid in jouw boek om iets te doen wat eigenlijk heel ingewikkeld is. Je wil niet de Balkan wegzetten als die regio waar altijd oorlog is, altijd ellende, waar je altijd midden in de nacht tussen socialistische hoogbouw staat te zoeken naar die ene meneer daar die zijn stereoapparatuur naar zijn zoon wil sturen. Dat soort triestheid wil je niet alleen maar laten zien, maar de triestheid die er is, de schaduw van de grote rijken, de schaduw van de Holocaust, de schaduw van de Bosnische oorlog, die ga je ook niet uit de weg. Hoe ben je als schrijver met die balans omgegaan? Niet vallen in die valkuil van de achterbuurt de vuilnisbak, maar ook niet de tragiek die er echt is, omzeilen. Een hele moeilijke vraag, Chris. Ik denk dat het alles te maken heeft met het genre van het boek, dat het non-fictie is. Mm-hmm. En
En eigenlijk denk ik dat ik daarin toch een soort leerling ben van schrijvers als Danilo Kiš, maar ook iemand als Mesdin Mehmedinović uit Sarajevo, die de belangrijkste literaire gids is in Sarajevo. En ook in het beleg van Sarajevo en wat ik daarover schrijf. Als je iemands verhaal te horen krijgt, dan is dat één ding. Als je besluit, en ook met instemming van je gespreksgenoot, om zijn of haar verhaal op schrift te stellen, dat schept een enorme verantwoordelijkheid. En als je dat in non-fictie doet, dan betekent dat je volledig recht moet doen, zoveel mogelijk in ieder geval volledig recht doen, aan alles wat dat verhaal niet alleen volledig maakt, maar wat het ook over kan brengen. En een oude valkuil bij bijvoorbeeld een schrijfster als Rebecca West, maar ook we hebben in Nederland hebben we Arend Dolaert die dat volop deed. Het is de neiging om te gaan exotiseren. En dat is om voortdurend te benaderen dat wat anders is bij een gespreksgenoot. Mm-hmm. En ik snap ook heel goed dat alleen maar bevestigen wat, of benoemen wat je in overeenstemming hebt met je gespreksgenoot, dat is ook niet helemaal zoals het is. Mm-hmm. Het is wel degelijk de andere kant van Europa, maar als ik dan in ieder geval maar laat zien dat ik ook van de andere kant van Europa ben, en dat we zijn eigenlijk even bekend en vreemd voor elkaar. Ja. En dat heb ik telkens in de individuele verhalen die ik vertel over mensen willen laten zien. Ja, ja. Klopt. Dat is hoe ik het ook lees. Je noemt even het kleine olifantje in de kamer, Rebecca West. ik vergeet altijd. Ik haal altijd haar titel door elkaar. De Black Lamb and the Grey Falcon. Ja. Uit 1937, toen reisden ze door toen het Koninkrijk Joegoslavië. 1942 kwam het uit. 1100 pagina's. En nog steeds een klassieker waar iedereen naar grijpt die probeert iets te begrijpen van de geschiedenis van de Balkan. Irene, Nicole en jij hebben haar tocht gevolgd. Jullie hebben haar tocht als leidraad genomen voor jullie zwerven door de regio. Waarom? Was je zo'n fan van Rebecca West? Nou, eigenlijk niet, want ik kende haar eigenlijk niet. Maar ik kreeg het boek cadeau. Met een boek uit 1942. Van Nicole trouwens. En dat kaartje op die voor, en die wat dan opengaat, dat oude kaartje van haar reis. Ja, dat is natuurlijk, was gewoon meteen dat ik dacht, ja, maar dat is zo mooi om zo'n reis te kunnen volgen. En zij heeft 80 jaar eerder die reis gemaakt, 80 jaar voordat wij het deden. En in een land wat toen net na de Eerste Wereldoorlog één was geworden. Het was toen een koninkrijk, Joegoslavië. En dat vonden we ook een heel mooi uitgangspunt. Dat zij als ooggetuige, zeg maar, uit van toen die reis maakte, dat wij nu konden kijken, hoe zit het nu? Nu zijn er 7 grenzen waar zij geen grens passeert. En zij heeft ook gesprekken over wat die betekenis van die eenwording. Dus dat vond ik eigenlijk een heel mooi uitgangspunt. En ik was dus niet een hele grote fan. En eigenlijk ben ik pas later ook meer daar bij haar gaan zien. Maar we hebben haar ook heel bewust eigenlijk zo gebruikt. Ja. Gewoon bijna zonder waardeoordeel over haar werk zelf. Maar gewoon echt als nalopen van die route. Ja, ja. En natuurlijk, nou ja, dan weet ik wat het heeft betekend. Hè. Ook dat bleek natuurlijk ook steeds meer. Kijk, je kan heel veel op haar werk aanmerken. Ze is gewoon, ze schrijft natuurlijk in de jaren 30 daar. En ze is ook nog Brits. En ik vond sommige stukken zijn tenenkrommend. Want ik vind het best wel opvallend dat het eigenlijk nog steeds zo'n belangrijk werk is. Mm. Dat is best wel gek. Ja. Guido, ik ken je goed genoeg om te zien dat je, tenminste waar ik bij ben geweest, altijd in de plooi, altijd zuiver formulerend, altijd genuanceerd. En daarom vond ik het heel leuk om in dit boek te zien wat er gebeurt als jij je mateloos ergert aan iemand, bijvoorbeeld Rebecca West. Dan blijf je nog steeds zeer genuanceerd formuleren, maar er begint iets te stomen onder die eloquente zinnen. Wat is je bezwaar tegen Rebecca West en haar boeken? Op de eerste plaats, het is een
ongelooflijk begenadigd schrijfster. Mm-hmm. Zie je? En... Ja, je kunt, het is ook een strategie. Goed, hoe hoger je iemand plaatst, hoe harder je mond eruit kunt halen natuurlijk. Maar dat is niet mijn bedoeling nu. Ik denk, dat is belangrijk om te zeggen, omdat het... Ik heb wel eens nagedacht, wat ik nu heb geschreven en wat jullie hebben gemaakt. Het zou zomaar kunnen dat over 40 jaar iemand... Stel dat mensen dan onze boeken nog lezen trouwens, maar... Misschien zijn de visies dan zo anders... dat er met dezelfde heftigheid gereageerd wordt op. Dus hoe dan ook. Wat het me laat zien naar haar boek... is dat het blijkbaar salonveeg was... eind jaren 30, begin jaren 40... om zo uitgesproken... exotiserend, orientalistisch, racistisch... over een deel van Europa te schrijven. Rebecca West was in Londen... in haar eigen Engelse samenleving was een fenomeen. Was iemand die normen doorbrak... die als hele jonge vrouw een relatie kreeg met H.G. Wells... een kind met hem kreeg, volledig haar eigen gang ging. Iemand die dus ook over de verhoudingen tussen mannen en vrouwen... ontzettend geestig kon schrijven. Maar wat ik me voortdurend maar afvroeg toen ik haar boek las... wie is nou die gids van haar? En die noemt zij Constantin. Mm-hmm. En ik kwam daar via kennis in Belgrado al gauw achter... dat dat een hele bekende dichter en vertaler was, Stanislav Vinaver... En Constantin die komt er in haar boek niet zo heel goed vanaf. Ze zijn goede vrienden, maar uiteindelijk, tijdens de oorlog... verliezen ze elkaar natuurlijk uit het oog. En na de oorlog, als Rebecca West correspondent is bij het Nuremberg-tribunaal... komt ze een kennis tegen. En tegen die kennis klaagt ze... ja, al mijn oude vrienden uit Joegoslavië zijn of dood... of ze zijn communist geworden. En met die laatste opmerking refereert ze aan haar oude vriend en gids Vinaver. Vinaver, kwam ik al snel achter, heeft in een concentratiekamp gezeten tijdens de oorlog. Een groot deel van zijn familie is uitgemoord. Hij was van Ashkenazi-Joodse komaf. En ik heb dan ook voor het boek hier, ik heb zijn kleindochter opgespoord in Belgrado... en een lang gesprek met haar gehad. En het zit die familie zo ontzettend hoog, dat hele boek van Rebecca West... waarin in dit geval de grootvader er totaal vertekend afkomt. En ik dacht van ja, wat betekent het nu als een van de gezichtsbepalende boeken over de regio? Als die met eigenlijk de belangrijkste bron van de schrijfster... want het was niet alleen haar gids, maar het was ook echt, ja. Echt haar... hij is haar Eckerman, hè, zoals bij Goethe. Als dat klopt gewoon van geen kanten. Het is eigenlijk gewoon voor een groot deel gelogen. Van het huwelijk van Vinaver. Zijn vrouw zou een nazi zijn en was met een Duitse vrouw getrouwd. Zijn vrouw heeft tijdens de oorlog een deel van haar schoonfamilie weten te redden van de nazi's. Zo vertekend is dat. En ik vind dat heel kwalijk. Ja. Er is nog veel meer over te zeggen. Je zegt nu dat je wat je kwalijk vindt onder andere is de manier waarop ze schrijft. En de manier waarop ze haar... reisverhalen heeft vervormd in de geest van haar tijd en in haar eigen wonderlijke brein. Eén ding moeten we er nog aan toevoegen. Jij, Irene, meldt dat ook nog eventjes aan het eind van jullie boek. Dat boek is zo klassiek geworden en het is tijdens de Bosnische oorlog ook weer opgepakt door iemand als Robert Kaplan, die op zijn beurt weer vreselijk invloedrijk was op... Clinton en andere westerse leiders die dat lazen en dachten... oh mijn god, die mensen maken alleen maar de hele tijd oorlog met elkaar. Nou, laat ze het lekker zelf uitzoeken. We gaan daar niet interveneren. Dat duurde 4 jaar voordat ze het wel deden en toen was het ook opeens opgelost. Dus dat is een moment waar je ook kwaad over wordt. Dan blijkt ze invloedrijk te zijn geweest op een fatale politiek van 50 jaar later. Goed, we hebben de grote olifant gehad, de Balkan. We hebben de kleine olifant gehad, Rebecca West. Irene, ik vraag jou nu om eventjes plaats te maken van het podium. Want ik wil even met Guido over het boek zelf nog even door. 9 steden. We zijn er nu ingedoken. We zitten al diep in het gesprek, maar we hebben een aantal hele basic dingen... nog helemaal niet eens besproken op de dag dat het verschijnt. Om maar even wat te noemen, de titel. 9 steden. Welke 9 zijn het en waarom? Het zijn... je gaat van... met het boek ga je van Wenen naar Budapest.
Van Boedapest ga je naar Sarajevo en dan Srebrenica. En dan Subotica, Novi Sad, Belgrado, Zagreb, Istanbul. Het is niet een rechte lijn. Nee. Nee. Ik ben een beetje zoals Lawrence Stern in The Sentimental Journey. Dat gaat allemaal een beetje zo. Ja. We hebben nu de tijd niet om van alle 9 steden uit te leggen waarom je ze kiest. Waarom Subotica? Dat is de kleinste stad met Srebrenica in het rijtje. Subotica ligt tegen de Hongaarse grens aan in het huidige Servië. Het is een uiterst gemengde stad. En Subotica hebben we bezocht met Julia, die hier ook vandaag is. En Julia die kende ik weer ook via Dragan Klajic. En dat is een van de vrienden die een bepalende stem heeft in het boek. En een van de vrienden die ook eigenlijk mede de route heeft bepaald. Dragan leeft niet meer. Dragan is in 1991 naar Amsterdam gekomen uit Belgrado. En Dragan was theaterwetenschapper, maar was ook iemand die met beide benen in het levende theater stond. En die met een hele goede vriend van hem, een legendarische Joegoslavische theaterregisseur, Ljubiša Ristić, en diens theatergroep halverwege de jaren 80 in Subotica neerstreek. En die daar eigenlijk, wat ik dan in mijn boek een beetje overmoedig, maar het grootste experiment in het Europese theater van na de Tweede Wereldoorlog ontketenen. Het was natuurlijk een socialistische staat. En zij kregen feitelijk carte blanche om het bestaande, beetje traditionele repertoire theater om te vormen. En Ljubiša Ristić, die behalve heel getalenteerd ook een beetje megalomaan is. Jij hebt hem ook ontmoet, Chris. Op een hele memorabele avond. Die deed dat ook werkelijk. Die creëerde theaterproducties die de halve stad overnamen. En die eigenlijk een beetje als een laboratorium fungeerde voor wat er waarschijnlijk, want dat werd nog niet uitgesproken, maar dat voelde men een beetje, als dit huidige systeem gaat ophouden te bestaan, als we bijvoorbeeld vrije verkiezingen krijgen en als de maatschappij opengaat, wat gaan we doen met z'n allen? Hoe gaan we het organiseren? En dat experiment heeft daar toen plaatsgevonden. En de hele gitzwarte ironie van dat verhaal is dat deze theaterregisseur in de jaren 90 politieke keuzes heeft gemaakt, waardoor onder andere zijn vriendschap met mijn en jouw goede vriend Dragan Klajic is ten einde is gekomen. Maar ook een keuze die ons eigenlijk allemaal heeft verbijsterd. Hij heeft zich eigenlijk geschaard aan de zijde van het Milosevic-regime. Misschien in een soort nostalgie naar het socialisme, dat blijft speculeren. Maar Subotica als provinciestad, want dat is het. Maar dat tegelijkertijd heel even de microcosmos werd van het grote experiment dat Europa na 1989 ging worden. Ja. En het is de stad van waar Danilo Kiss geboren is. En waar de fantastische Hongaarse schrijver Kostolányi is geboren. En diens roman over het Belle Époque in Subotica, daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt voor dit hoofdstuk. Ja. En wat je net zegt, vind ik ook heel belangrijk. Ook met in het achterhoofd die vraag waar we het net over hadden. Op zoek naar die tegengeschiedenissen. Er zijn in dit geval bijvoorbeeld mooie verhalen te vertellen over momenten dat in deze regio iets ontstond wat als een voorbeeld kon dienen voor Europa. In dit geval de stad als theater. Dus dat er ergens in die geschiedenis momenten zijn geweest dat je als heel Europa echt moest kijken die kant op. Daar lag het model, daar lag het blauwdruk. Ook als het later verkeerd is gegaan, maar die momenten zijn er ook. Ook die geschiedenis is waar. Dan wil ik je nog even vragen over de manier waarop je het boek in elkaar hebt gezet. Dat is best wel uniek. Ergens spreek je in het boek met Semezdin Mehmedinovic, de dichter uit Sarajevo, die je ook hebt vertaald, goede vriend. Die vraagt, wat voor boek ben je eigenlijk aan het schrijven? En dan zeg jij dit. Dat is dit stukje. Tussen die locaties, de steden,
zou ik zijstraten inslaan en zijpaden in de tijd naar het werk van andere schrijvers en hun teksten. En natuurlijk waren er de ontmoetingen met andere vrienden of met hun sporen als ze niet meer leefden. En dat alles zou ik in een montage van verhalen bijeen proberen te brengen. Dat is precies wat je hebt gedaan. Maar dat is wat je als lezer ook meemaakt. Dus je... Het zijn ook soms bijna van die Russische poppetjes. Je pakt er één en er duikt er nog één op en nog één op. Onder elke geschiedenis zit weer een nieuwe geschiedenis. Vertel iets over die aanpak, die opzet. Ik denk... Ik noem het boek een aantal keer een tegenboek. En dat heeft met Rebecca West te maken en heeft ook met Claudio Magris te maken. Zijn beroemde Donauboek. Maar het is ook in zekere zin een anti-reisboek. Want de klassieke houding van de reisschrijver is dat je tabula rasa ergens instapt. En met een soort, in een soort zalige onwetendheid je laat informeren over wat je allemaal tegenkomt. En ik denk dat het gewoon niet zo werkt. Ik zou in ieder geval liegen als ik zo mijn boek had geschreven. Omdat ik er veel kom en veel geweest ben. En als vertaler en weet ik het allemaal. Ik weet gewoon al heel veel. En ik heb me ook altijd in die positie geweten van bemiddelaar en degene die de verhalen overdraagt. Letterlijk als vertaler. Maar ook gewoon in, weet ik veel, anekdotisch met vrienden. En veel van wat je weet, of nee, eigenlijk alles wat je weet, of het nu uit een roman is die je vertaald hebt, of dat het de verhalen zijn die vrienden met je delen. Je kennis komt altijd ergens vandaan. En je kennis is altijd op een bepaalde manier gepositioneerd. En als je dan de suggestie zou wekken dat je dat gewoon ter plekke, alsof je bloemen langs de weg zou plukken, dat je dat gewoon aan... Dat is niet zo. En daarin was voor mij het gegeven van montage was essentieel. En ik heb dat idee opgepikt van een Bosnisch-Amerikaanse schrijver, Alexander Hemon. Fantastische schrijver. Die in een van zijn verhalen uitweidt over de montagetechniek van Eisenstein, de Sovjet-filmregisseur. En waarin eigenlijk het volgende principe centraal staat, dat de werkelijkheid is zo ingewikkeld. En als je gaat vertellen vanuit de illusie dat je dat allemaal in één verhaallijn kunt samenvatten, dan doe je de werkelijkheid onrecht aan. Als je montage doet zoals Eisenstein in zijn films deed en in zijn theorie van montage, dan ga je iets anders doen. Dan ga je verschillende verhalen, die ga je naast elkaar plaatsen en je laat het eigenlijk ketsen. Je gaat kijken wat er gebeurt. Je gaat de waarde van het ene verhaal ga je ook toetsen aan de waarde van het andere verhaal. En dat vond ik een waarachtige manier om te werk te gaan. Mooi, en dat betekent wel dat je als lezer echt geconcentreerd moet lezen. Betekent niet dat je verdwaald, gek wordt, zoek raakt in het boek. Want Guido loopt met je mee. Dus je krijgt alle kans om dat ketsen van die verschillende verhalen, om die gewoon aan de lijve mee te maken. Heel belangrijk, dat voel je door het hele boek heen, is iets, het is bijna het motto van het boek, wat Philip David, de legendarische schrijver, tegen jou zegt. Ergens als jullie elkaar ontmoeten. Hij zegt het heel simpel. Het enige wat telt, dat de dingen opgeschreven worden. En dat is precies wat je door het hele boek heen voelt bij jou. Elk verhaal is waar, elke ontmoeting heeft plaatsgevonden, elk citaat klopt, alle jaartallen, alle feiten. Het zijn er eindeloos veel, maar het is belangrijk en het voel je aan alles voor hem, voor jou, voor de lezers, voor de andere mensen in het boek, dat de verhalen worden opgeschreven. Wat is daarvan de crux? Je voelt zo duidelijk als je het leest dat dit bijna een zaak van leven of dood is. We hebben precies op dit podium, en Peter refereerde er al aan, hebben we begin februari hebben wij hier een privédomein gepresenteerd met werk van Danilo Kies. En ik noemde het net al even, ik denk dat ik echt als jonge schrijver en als vertaler in de jaren 90, dat ik echt een beetje een soort klap van de molen heb gekregen. Doe misschien te veel Kies, maar
zonder daar een karikatuur van te willen maken. Er zit in zijn werk zit iets wat mij veel geleerd heeft over niet alleen over de esthetiek van schrijven, waar bijvoorbeeld Rebecca West echt een meester in is, maar ook over de ethiek van schrijven. En ik denk dan vooral aan één verhaal van hem, dat heet De Encyclopedie van de Doden. En dat is een verhaal waarin zijn personage, een vrouw in Zweden, een bibliotheek binnenstapt, waarin werkelijk alle levensverhalen van iedereen die ooit geleefd heeft vastgelegd zijn, tot in de kleinste details. Maar alleen van die mensen die het nooit tot een echte encyclopedie hebben gehaald. He, dus de mensen die geen president waren of terrorist of ik, ja, hoe kom je in een encyclopedie? Nou ja. En dat betekende dus ook dat daar ligt een mogelijkheid voor fictie. Daar ligt eigenlijk een model klaar. En dat is wat je ook al bij Borges vindt. Een grote invloed voor Kies. Maar Kies die doet daar iets extra's mee. Eigenlijk is dat het denken van Borges aangevuld met de erfenis van vervolging en totalitarisme. Dus er komt een politieke noodzaak bij kijken. Welke verhalen moet je dan gaan opschrijven? En het was, ik denk niet toevallig, maar het was in het hoofdstuk over Srebrenica dat die discussie zich helemaal uitkristalliseerde voor mij. Omdat op het moment dat ik dat schreef, in 2020, was toen ook de 25-jarige herdenking, speelde in Bosnië een hoogoplopende polemiek tussen de filmregisseuse Jasmila Zbanic, die de film Quo Vadis Aida heeft gemaakt, die jullie misschien gezien hebben, over de genocide, en degene aan wie ze in eerste instantie haar plotmateriaal had ontleend, Hasan Nuhanović, de voormalige tolk van de VN-waarnemers en dus ook degene die mede door de passiviteit van Dutchbat zijn familie heeft verloren. En de polemiek ging over het volgende. Hasan die raakte steeds meer geïrriteerd dat hij steeds minder herkende van zijn eigen boeken, zijn eigen verhaal, in de film die Zbanić aan het schrijven was. En de reactie van Zbanić was eigenlijk even overtuigend als de klacht van Nuhanović. Nuhanović zei, hoe kun je in godsnaam dergelijke ervaringen als die van ons, hoe kun je die gaan vervormen? En uiteindelijk in de film is de hoofdpersoon een vrouwelijke tolk geworden. Wat een heel vergaande keuze is als je een film maakt over Srebrenica, juist omdat het moorden plaatsvond volgens genderlogica. De mannen zijn vermoord, de vrouwen zijn afgevoerd. En Zbanić die zei, ja maar wat wij doen in fictie, of niet wij, maar wat ik doe als ik een filmscenario schrijf en uiteindelijk het doel als ik een film maak, is dat ik juist dat doe wat fictie zo goed kan. Ik ga één geschiedenis, daar duik ik helemaal in en daar gaat mijn publiek in mee. En het is zo'n individuele geschiedenis die een soort universele zeggingskracht krijgt. Nou, en die spanning tussen de harde feiten, en die zijn oneindig groot in aantal. En aan de andere kant, wat je uiteindelijk toch altijd moet doen als je een verhaal schrijft, je moet naar een individueel perspectief toe gaan. Dat evenwicht heb ik. En het had dus ook, het had ook twee keer zo dik kunnen worden. Dat had gekund. Dat was mooi geweest. Ja. Nee, maar dit voel je inderdaad terug. Aan de feiten wordt in jouw boek niet getornd, maar we doen dat aan de hand van individuele verhalen. Onder andere aan de hand van drie mensen die nu ook op video jou en ons gaan toespreken. En ook in het boek voorkomen. Guido, jij en je reisgenote Anne, aan wie het boek is opgedragen, hebben nou een aantal keren in de zomer gelogeerd in een vakantiehuisje aan de Donau in Hongarije bij jullie vrienden Sandor en Noemi. Noemi Seci, Peter zei het al, schrijfster, heeft hoe heet het ook alweer, European Literature Prize gewonnen voor haar communistische Monte Cristo. Heeft nu een boek uitgeven over de eerste vrouw in Hongarije die arts werd. Dus ook een tegengeschiedenis volgens haar, omdat dat zo'n radicale stap was toen. Zij spreekt nu tot ons. Laten we eventjes een beetje opzij gaan zitten, dan kunnen we naar haar kijken. V
video duurt ongeveer 5 minuten, hè? Iets korter nog, ja. Hi. In my first novel, The Fenugreek Vampire, a juvenile piece that Hideous has so generously invoked in the chapter To Live and Die in Budapest, the narrator, the last offspring of a cosmopolitan vampire family, muses why her ancestry has chosen Hungary, of all countries in the world, as their place of residence. She proclaims, "In this country, there is always something to celebrate. The climate is excellent. It is cold in winter and hot in summer. In the autumn, it rains, and in the spring, the weather is unpredictable. This is something I have considered carefully. In my opinion, the only thing it lacks is the sea, which would boost the economy through tourism, make for cheaper squid, and enable Hungarian yachtsmen to reach top rankings in the international competitions." I wrote this in 2001. Now, 20 years later, Hungary still lacks a sea, among many other things, I must add. But it has a majestic river running through it, the Danube, which also figures prominently in Hideous' Meditations. And as now the whole world will know from this book, I happen to have a cabin in the most picturesque part of the river's Hungarian journey, the so-called Danube Bend. This is where the river takes a sharp right turn and heads south, as though giving way with the illusions of a European. The cabin is up in the woods. It is tiny, but has a very large garden attached to it, with wide jungle-like areas I rarely dare to go to. Looking at the garden, I could never decide whether the memories of the former cultivation are present with greater force, or the power of ever-renewing life. There are some aged fruit trees that in their heydays must have brought a few eyes of small, lean-fleshed fruit, but not anymore. I occasionally prune them as a sedative. Sometimes I have real sensual fantasies about fully regenerating the garden, cutting down all the rotten benches, cutting down the withered twigs, raking in the decades of debris with bright green, tender sprouts in the dark, greasy ground beneath it. But in my fantasies, there are also worms, pest-infested rotting leaves, chewing nests, toads, puffy, stinking dead cats, and skeletons of invisible origin lurking under the dead fallen leaves. So in these nightmares, I usually throw away the rake and run. When I wake up, I feel reassured that it is better for all of us if the garden remains covered with thick layers of neglect and oblivion. Als ze wakker wordt, denkt ze, laat die tuin maar gewoon bedekt liggen door bladeren, planten, compost. Bij haar, als je er leest en als je er hoort, moet je altijd heel goed tussen de regels door proberen te bedenken wat ze zegt. Als ze hier nu was, wat zou jij dan antwoorden? Ik zou me ten eerste verontschuldigen dat ik verraden heb dat zij een heel mooi klein vakantiehuisje in de heuvels hebben. Want ze hopen al heel lang dat niemand hen daar ontdekt. Dus schrijf ik het maar op in een boek, weet je. Ja, het zou ook het dorpje verderop kunnen zijn. Maar en wat natuurlijk heel duidelijk is, is dat ik toch een kleine por in mijn ribben krijg. En dat gaat over, ja, je zit nou wel voortdurend te spitten en te graven in je boek. Maar misschien is het soms ook heel goed om dingen maar te laten, want je weet niet wat je allemaal gaat oprakelen. En ik heb zo het vermoeden dat ze zinspeelt op een passage in het hoofdstuk over Budapest, waar ik aan de vooravond van de toetreding van Hongarije tot de Unie in 2003... Een Hongaars toneelschrijver
thuis bezocht en interviewde, was voor werk. En zijn naam was István Őrsi. En Őrsi was een beruchte dissident geweest. Ook een beetje iemand die altijd de kont tegen de krip gooide. Dus ik was best nerveus voor dat interview. En een van de dingen die me intrigeerde over hem was... Ik wist dat hij een Holocaust-overlevende was. Maar ik wist ook dat hij in de beginjaren van het Stalinisme in Hongarije... dat hij odes voor Stalin had geschreven. En later werd hij dus een van de grote dissidenten die... In een van zijn toneelstukken zit een aantal mensen te dineren en er ligt letterlijk een lijk onder tafel. Vandaar het kattenlijk in de tuin van Noemi. En een van de personages zegt de hele tijd maar tegen de rest, maar mensen, er ligt een lijk onder tafel. En de rest zegt, nee joh, er ligt helemaal, dan denk jij maar dat er een lijk onder de tafel ligt. En ik heb toen aan Őrsi gevraagd, hoe heeft u ooit odes voor Stalin kunnen schrijven? En hij had ook een kater, het was vroeg op zondagochtend, 11 uur of zo, dus die werd ontzettend kwaad op mij. En dat was natuurlijk een ontzettend bevoogdende vraag van mij om te stellen. Maar ik denk ook, en Noemi is iemand die in haar boeken die ook voortdurend allerlei nare dingen aan het opgraven is. Mm. De communistische Monte Cristo, dat is de hele Hongaarse geschiedenis die verzwijgt dat ze die gepassioneerde, bloederige Radenrepubliek hebben gehad in 1919. Met een enorme golf ballingen daarna. En zij schrijft daar een vuistdikke roman over. Ja. Dus dan maakt deze boodschap eigenlijk wel mooi dubbel. Ze geeft je een kleine por in je ribben. Van misschien is het goed om niet alles op te rakelen, maar zelf doet ze niet anders. Ja. En dus denk ik dat ze het ook van jou waardeert dat je het wel doet in een boek. Geef zo meteen nog even dat adres van dat huisje aan de mensen hierdoor. Dan. De volgende die we gaan horen is Emir Suljagic, werd ook al even geïntroduceerd. Het is een heel bijzonder moment. Ik ken hem ook een beetje, niet zo goed als jij. Je hebt hem vertaald, Briefkaarten uit het graf. Het komende boek heb je ook weer vertaald. Dat doet Pavle Trukoja. Ah, heel goed. Je hebt hem intussen goed leren kennen. Het is een hectische man. Hij is in de politiek gegaan na de val van Srebrenica. Hij is aan de universiteit gegaan. Hij is aan het schrijven gegaan. En hij is nu directeur van het Genocide Memorial Center in Srebrenica. Het grappige is, of het bizarre is, dat jij destijds... een moment heb overwogen om tolk te worden voor Dutchbed. En dat uiteindelijk niet heb gedaan. Je bent niet gegaan. Ja, ik heb een maand in het leger gezeten. Uh-huh. Al in opleiding, in training. En heb toen besloten om niet te gaan. Ja. Oktober, november 94. Je had daar kunnen zijn. Ja. Jullie zijn ongeveer even oud. Hij was intussen tolk ook voor de VN-waarnemers in Srebrenica, waar hij is geboren en getogen. Jullie hadden elkaar toen kunnen ontmoeten. Uiteindelijk krijg je dan dit verhaal van Emir Suljagic nu na het lezen van jouw hoofdstuk over Srebrenica. All right. So, I feel a lot more confident talking about Srebrenica, really, rather than Sarajevo. I mean, Sarajevo is my second home. And Sarajevo has been my home for a very long time now. In many ways, I have my family lives there. I have my wife had our daughter in Sarajevo. But my impressions and my views of Sarajevo are no more important or no more relevant than Hito's or than what Hito wrote. Whereas when it comes to Srebrenica, I feel I have more to contribute. I'm more credible, if that even makes sense. This whole relationship that Hito has with Srebrenica and me and our friends here, he actually did get to meet people here and real people who have come back to live here. Who have survived before that. Anyway, this entire relationship is based on
Guido's decision not to come here in autumn 1994, I believe. And at the same time, you know, that decision gives him, I mean, at the same time, that decision was the last time that he could actually exercise any freedom or any freedom of choice in relation to Srebrenica, in relation to any of it. And he did. And everything else is a consequence of that. But at the same time, you know, because he's here and because it's a decision that, and me and him, we have discussed this decision and we talked about it. And it's a decision that literally can be said to divide his life into two parts, at least on some level. It gives him he's the only participant in this conversation with his humanity intact. Hij zegt net tegen jou, in ieder geval dat zinnetje er vast uit te lichten, Guido. You are the only participant in this conversation with your humanity intact. Exactly, because you chose not to come. En dat alleen al geeft zo'n lading aan die vriendschap, aan dat gesprek. He's the only one who has stayed clean, right? Although it doesn't look like that from, you know, when you read just the words, he's inside, he's in there. But he has freedom that we don't, that others don't. And when I say others, I mean other Bosnians and other Dutch people as well, members of Dutch party. And his entire, right, so the basis is, the basis for this relationship is the fact that he wasn't here, yet he's in a unique position to testify, precisely because he wasn't here. Precisely being here would have meant that he would, you know, be, or would have been considered toxic, as a lot of us are, right? You know, there's this unbelievable idea about survivors of events like Srebrenica or what's going on in Ukraine today, that you actually have to be neutral and objective about your lived experience. And that I actually want to thank Guido personally for not doing that, for, you know, being something else to us. And let me explain what that something else is. Regardless of the fact that he hasn't been here, I feel this warmth for him. Once again, it's a very personal thing. I know the guy forever. And he's been part of my life for a very long time. You know, he's been part of my writing for a very long time. And he's been someone I felt very close to for a very, very long time. And it's precisely this, you know, that because he wasn't there that I feel this warmth for him. Yet at the same time, I feel as if I've known him when I couldn't have possibly known him. You know, I feel as if he's been part of what I survived, when I know in fact that he couldn't have been because he was, you know, he hasn't been here physically. And it's completely bizarre, to be honest, in some, you know, at least sometimes. But another thing that's important is that Guido tells our story the way we tell our story. And that's something that's really, you know, for the last 25 years, I've been fighting, struggling for essentially one right. And that's the right to tell my story the way I see fit, to tell our story
the way we see fit and the way we saw it and the way we experienced it. Because that's the first thing that you lose when you survive things like this. When you, you know, when you, the first thing you lose is your story. And the rest of your life, you know, is this long and agonizing process of trying to recover your story. And we've never I never had to go through that with Hedo, and I'm grateful to him for it. And, you know, he obviously has always been a friend. So, yeah, this is probably not the most objective look at what he's been writing, but objectivity is overrated anyway. Guido, als ze hier zou zijn, zouden wij allemaal vertrekken en zouden jullie hier morgenochtend nog zitten. Hij is er nu niet. Probeer een kort antwoord te geven. Ja, dat is onmogelijk bij Emir. En dat heeft ermee te maken dat... lang geleden, ik denk... Toen ik aan mijn proefschrift werkte, toen schreef ik over de Poolse dichter Miłosz. En die probeerde uit te leggen waarom West-Europa zo moeite had om de ervaring van Midden- en Oost-Europa te begrijpen in de 20e eeuw. En die zei van, weet je, de werkelijkheid die overkomt je hier, die overdondert je hier. Dus je hebt ook niet, je krijgt, ook al zou je dat willen, je krijgt niet de tijd om mooie herinneringen te koesteren over Madeleine-cakejes in je jeugd. Dat gaat allemaal te snel hier. Dus de werkelijkheid is hier altijd de fictie voorbij. En op het moment dat ik Emir leerde kennen, en dat was als zijn vertaler, zo heb ik hem leren kennen, ik denk in 2004, en wij vaststelden wat onze biografie was, en dat op die manier in elkaar haakte, dat was de fictie voorbij. En hij zei hier iets, en hij heeft mij deze video 2 dagen geleden gestuurd, en ik ben eigenlijk nog steeds ondersteboven daarvan, omdat hij verwoordt daarin iets wat mij nog nooit is gelukt, wanneer hij zegt dat de laatste keer is mijn besluit om niet in het Nederlands leger met Dutch Bat als tolk mee te gaan, de laatste keer dat ik mijn vrijheid kon uitoefenen in zaken Srebrenica. En het is natuurlijk, het zou overdreven zijn om van een soort noodlottige levensloop sindsdien te spreken, maar het feit dat ik er vanaf die beslissing juist mee aan de slag zou moeten, dat is altijd evident geweest voor mij. En ik kan me eigenlijk ook geen betere gesprekspartner daarin wensen dan Emir. Die dat, Ja, het blijkt hier opnieuw. En hij zegt iets super belangrijks. The first thing you lose, als je zoiets meemaakt, is your story. En ik moet opeens denken, daarnet vertelde je over je drijfveer om alles op te schrijven zoals het is gebeurd. Je vertelde over de respect voor de mensen die je tegenkomt en de respect voor hun verhalen en ook om die op te tekenen zoals zij die onder woorden hebben gebracht. En als je het van hem hoort, dan begrijp ik nog beter waarom dat zo belangrijk is. En dan gaan we door naar de volgende vriend op de video, Kerem Eksen. Ook schrijver in Istanbul die toestemt om een van de personages in jouw boek te worden. Ja, geen idee heeft wat ik over hem schrijf. Nee, wel voor jou tijdens corona als een soort gids of spion op afstand op zoek ging naar de resten, misschien de begraafplaats van die geschiedschrijver uit de Osmaanse tijd die je ook rijkelijk citeert in je boek. Dus iemand die voor jou in de stad Istanbul, waar je zelf gewoond hebt, op zoek gaat naar de dingen die jij anders had willen opzoeken. Hij is net als jij gefascineerd door steden, gefascineerd door Istanbul, en daar gaat hij ook nu iets over vertellen. Hi, my name is Kerem Eksen en I'm a writer and academic living in Istanbul, and it's with great joy that I read Guido Snell's chapter on my city, and I'd like to say a few words about the reasons for this joy. Now, living in Istanbul is sometimes a very demanding experience. It's quite wearisome.
the city really ceaselessly agitates one's organism, you know, through the, you know, bombardment of different sense experiences, emotions, impressions, and so on. But moving around the city, you also have these moments of these calm moments of contemplation, where you have, or you experience some kind of a satisfaction, and you tell yourself, okay, it's really worth living here. Not because the city somehow, you know, unveils its hidden beauties all of a sudden. In that sense, I don't think it's overall, it's a beautiful city. It has its own nice, beautiful spots and neighborhoods. But these are just a small part of the city now, especially. But then those moments of satisfactions are rather moments of illuminations, where you realize that it's a city which is a scene of an inconsumable accumulation of experiences, where, you know, unexpectedness is everywhere. So it's a place of happy and sad coincidences. It's a place of confrontations, struggles, but also unexpected collectivities, solidarities, which again, in time, almost inevitably dissolve into their opposites and so on. But in all of these, the city becomes a place where you see how unexpected the creative, but also how hopeless the crazy the humans can go. From time to time, at least. And this really teaches something about your life. So reading Guido's chapter, of course, I read it through a translation by an artificial intelligence, of course. You see this city as something not beautiful necessarily, but as something rich and enriching, something life-affirming, I would say. So reading this chapter, you see everything. You see generations of living beings, but also then the dead and their cemeteries. And then those cemeteries which are turned upside down in order to open new space for the new generations of living beings. That then you have the dogs, the dead dogs, those 60,000 dead dogs from the beginning of the 20th century who starved to death and who killed each other in a nearby desert island. But also you witness some dramatic, shameful episodes of Turkish Republican history, like the pogroms against the non-Muslim communities in the city. Or you have some moments of, you know, hope and illumination, where you have, for example, a brilliant German scholar who in the 30s writes his masterpiece here in Istanbul, far from his own native city. So then, of course, in the chapter you have, in the middle of all these commotion, a Dutch man named Guido Snell, who himself passed through this city throughout the year, a couple of years ago, and living various experiences, so adding up to his own memory, and also adding up to the repertoire of the city itself. Such as, for example, so various experiences, such as, for example, meeting a man named Kerem, chatting in various places in the city. So reading all of that, it really made me experience once again, and this time through language and imagination, so through literature, this, you know, the satisfaction, and therefore this affirmative state of mind towards my own city. And this is something I really need very badly from time to time. So that was a great joy for me. And I think this is the reason why, ultimately, we read literature to have this affirmative stance and that resulting joy. This is why we read novels, essays of this kind, monographs about cities and so on. So once again, I'd like to thank Guido for all of that. And I'd like to send my greetings from Istanbul. Goodbye. Mooi. En wat zou je tegen Kerem zeggen als hij hier zat? Nou ja, hoe ongelooflijk jammer het is dat we in 2020 de reis daarheen niet konden maken. En hoe dankbaar ik hem ben dat hij toch bereid was. Want hij is een heel precies mens. Hij is filosoof en dus die formuleert heel precies. En
en geschiedschrijving doen terwijl de schrijver van die geschiedenis door jouw telefoon meekijkt, dat is voor hem eigenlijk een gruwel. Maar ik had hem nodig om simpelweg omdat de figuur die jij al even noemde, dus een Osmaanse reisschrijver uit de 17e eeuw, die absoluut onbetrouwbaar is in alle opzichten. Die overdrijft, vergroot, verzint. Maar die ook fantastisch schrijft. En de legende is dat hij, terwijl feitelijk zijn beenderen, het is onbekend waar die begraven is. Maar de legende is, dat zijn een paar fanatiekelingen die zeggen, nou, het is die en die begraafplaats in de buurt van de Galata-toren in Istanbul. En mijn vraag aan Kerem was, kun je daar met je telefoon heen gaan? Dan was op een mooie herfstzaterdag in 2020 en ik mocht meekijken. En waar hij hier ook aan refereert is het feit dat diezelfde begraafplaats door de vele van aardbevingen tot verkavelingen, weet ik het allemaal, dat wat er in graven ligt in die oude graven, daar staan wel grafstenen op, maar niemand heeft enig idee wiens beenderen daar feitelijk liggen. En dat was voor mij een beeld van geschiedenis dat diametraal tegenovergesteld was aan waar ik begonnen was in Wenen. Waar ik op een gegeven moment op de Heinerstrasse sta en me afvraag van, goh, hoe zou die straat vroeger geheten hebben? Want Heine, ik heb zo'n vermoeden dat in ieder geval tijdens de nazi-periode dat die straat zijn naam niet gehouden heeft. En inderdaad, als je dan gaat graven in de jaren dat de nazi's daar aan de macht waren, was de straat vernoemd naar een hele vroege compaan van Hitler. En het feit dat je aan de ene kant zo geschiedenis kunt doen, je kunt het aanharken, je kunt dingen wegstoppen en pas als je echt gaat zoeken, dan denk je, oh ja, dit is natuurlijk ook gewoon, dit is een stad waar de Holocaust mede is uitgedacht. En is dat dan de juiste manier om geschiedenis te doen? Nou ja, iets daarvan heb je nodig, misschien de systematiek en zo, maar daardoor verzwijg je ook veel. En in Istanbul, onder meer via deze anekdotische manier van geschiedschrijven en het vertelplezier ook dat bij die Osmaanse reisschrijver zit, vond ik het andere uiterste. En uiteindelijk zie je ook aan Kerem hoe dankbaar die is dat jij hem zijn stad teruggeeft met alle verkavelingen, aardbevingen, verwoestingen, dode honden, oorlogen, imperiale dromen en al. Maar het betekent voor hem iets om die Hollander die door de stad heen heeft gereisd, nu terug te lezen in een Google-vertaling. En dan toch weer iets van zijn stad terug te zien op die manier. Ik denk dat dat voor heel veel mensen in het boek gaat werken. Pak weer je stoel in het midden, want jij bent de hoofdpersoon. Dan vraag ik Irene van der Linden nog even terug op het podium. En dan zet ik jullie boek ook weer even naast dat van Guido. Ik was er al een beetje bang voor. We worden eigenlijk geacht om 6:30 te stoppen. En dat is het nu. Want dan hebben jullie ook nog even de tijd om persoonlijk wat te vragen aan Guido of Irene. En wat boeken aan te schaffen. Maar ik wil nog eventjes twee dingen vragen. Irene, om te beginnen aan jou, Sarajevo. We begonnen het gesprek daar. We zijn er nu weer. Het is de stad die jullie allebei in jullie boeken ook portretteren. Dus ik wilde eigenlijk van jou heel in het kort, net als deze drie mensen, iets horen over wat Guido geschreven heeft over Sarajevo. Ja, terug in Sarajevo inderdaad. Nou, wat ik heel erg mooi vind wat jij doet met Sarajevo is dat je het beleg van Sarajevo als uitgangspunt neemt en hoe je van daaruit heen en weer reist in de tijd, in de ruimte, in perspectieven en gedachtes. En daarmee meander je eigenlijk ook een beetje door de stad heen. En nou, een van die gedachtes die ik heel interessant vind waar je op uitkomt is die complexe verhouding van de buitenstaander die kijkt naar de oorlog. En wat doe je dan? En wat zijn je beweegredenen? We hebben het natuurlijk nu eigenlijk ook weer met Oekraïne dat je... Ja. We kijken naar Sarajevo, was daar natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld van. We waren allemaal getuigen, we zagen het dagelijks op tv, in de kranten en vervolgens... Wil je erbij zijn of niet? En wat ga je doen als je erbij bent? En nou, dat vind ik heel mooi hoe je dat uitwerkt. En onder andere met Susan Sontag natuurlijk. Die anders dan andere beroemdheden niet erin ging en eruit ging. En dan vervolgens heel veel aandacht genereerde. Maar zij wilde blijven.
Ze wilde daar de theater maken, werkte met acteurs, droeg geen kogelvrij vest. Maar toch ga je eindelijk, je werkt dat helemaal uit, dat idee, en dan concludeer je toch uiteindelijk van, ja, dat is dat, toch kan je het niet helemaal gelijk maken. Ze rookte de sigaretten maar half op. Het was toch ook een beetje haar eigen ervaring die ze probeerde daar. Ja, ze wilde toch weten, hoe was het, hoe is het om doodgeschoten te kunnen worden? En zij kon er uiteindelijk wel uit. En dat vond ik een hele mooie gedachte van, ja, dat je bijna onmogelijk helemaal het kon verhouden als je er niet in zit. Ja. En, niet, en daaruit, van daaruit kom je eigenlijk ook weer bij die gedachte over de rol van de media. Ja. Die machteloosheid, jij zegt, ze voeden de machteloosheid eigenlijk, en ze rechtvaardigde dat ook nog eens een keertje weer met dat beeld van die eeuwige, gewelddadige, barbaarse Balkanmens. En dat vond ik ook, dacht, ja, dat heeft bijna iets. Het is natuurlijk een vorm van desinteresse om niet verder te kijken, een gemakzucht. Maar het heeft natuurlijk ook, dat vond ik interessant dat jij zei, dat het misschien ook wel een vergoelijking eigenlijk is. Hè? Dat je niets hoeft, niet hoeft te doen, want ze zijn nou eenmaal barbaars. Ja. En het zijn allemaal vragen die jij jezelf natuurlijk ook hebt moeten stellen. Ja, ja. Ja, dat klopt. In heel veel opzichten, ja. Ja, en dat, ja, dat, je bedoelt om er wel of niet heen te gaan, of hoe je ermee omgaat. Maar ook hoe je ermee omgaat als journalist, als schrijver, wanneer je jaren later komt. Ja, want ja, apathie is geen optie, absoluut. Machteloosheid is geen optie. Ja, dat klopt. En het is ook, ik vond het ook moeilijk, dat is eigenlijk met die hele regio, dat ik een soort huiver had om erheen te gaan, omdat je moet verhouden. Je moet gewoon het aangaan, wat jij ook zegt, hè, van je moet er iets mee. En daar ontkom je niet aan. En dat is natuurlijk. En tegelijk legt Guido heel haarscherp uit dat ook als je er iets mee wil, dan is je poging soms niet meer dan een reproductie van datzelfde geweld en diezelfde vernietiging. Ja, dus het is een buitengewoon lastige rol die je speelt, Guido. Je gaat hier heel diep op in het hoofdstuk over Sarajevo, ook nog op een paar andere plekken. Hoe ben jij omgegaan met die huiver? Je hebt een paar voorbeelden. Susan Sontag, Rebecca West, Claudio Magris. Hoe ben jij omgegaan met die huiver? Het gevoel van ik moet, ik wil het zien, ik wil de mensen spreken. Maar wat ik schrijf is op zijn best tijdelijk en op zijn slechtst een reproductie van datzelfde geweld. Ik denk uiteindelijk ben ik gewoon gaan schrijven. En ik denk van, ja, dat boek moet er dan komen en dan gaan mensen oordelen. Dat is het risico dat je neemt. En tegelijkertijd ben ik denk ik ook aan het eind van het hoofdstuk in Sarajevo, dat het een soort utopische, of dat ik eigenlijk bijna een utopische gedachte ontwikkel. Zou je kunnen nadenken over een vorm van verslag leggen, waar je eigen, in ieder geval je eigen ego als beschouwer naar de achtergrond gaat. En dat is ingegeven door een verhaal dat Semezdin Mehmedinovic heeft geschreven. Een verhaal dat iedereen in de inner circle literair in Sarajevo kende. Een niet bij nader genoemde, zeer bekende Amerikaanse schrijver was ook naar de stad gereisd. Inmiddels heeft Semezdin bekend dat het William Volman was. En die was zich bewust van de val. Als bekende persoonlijkheid, als bekende auteur of journalist naar de stad gaan en dan eruit komen en verslag leggen. Dus die wilde anoniem blijven. Maar al op de eerste dag, hij had een fixer ingehuurd, iemand die hem rondreed. En ze reden richting de stellingen en zijn fixer die werd vrij snel door een sniper doodgeschoten. En hij heeft toen de hele dag alleen zitten wachten op hulp naast zijn doodgeschoten fixer. En bij mijn weten heeft hij dat verhaal nooit opgeschreven en heeft hij ook nooit fictie geschreven over Sarajevo. En ik vind dat een fascinerend verhaal, behalve dat het een huiveringwekkend verhaal is, maar het is ook een fascinerend verhaal omdat het de schrijver tot het uiterste test of je je laat verleiden om alles wat je meemaakt ook te mogen gebruiken. Want je voelt bij dit verhaal, daar zit een soort ethische imperatief achter om daar drie keer over na te denken, om daarmee iets te doen. En het zit in het hart van jullie beide boeken. En dat is ook niet voor niks natuurlijk.
dat als we Sarajevo de hoofdstad van de Balkan zouden willen noemen, dan is dat onder meer omdat het je als bezoeker met deze vraag confronteert. Ik heb nog één vraagje aan jullie allebei. Ook weer, daar zou je ook weer weken over kunnen praten, maar dat mag niet. Want we moeten echt om 7:00 ook nog eens een keertje het pand verlaten, want om 8:00 Spui 25 is een soort fabriek. Dan komt het volgende programma. Jullie schrijven en spreken met mensen heel veel over de vorm van gemengd samenleven die er in die hele regio eeuwen en eeuwen lang heeft bestaan. Het is een gebied van samenlopen als rivieren, dus culturen dwars door elkaar heen. En zonder nostalgisch te worden over de Osmaanse tijd of de Habsburgse tijd of de Joegoslavische tijd, maar mensen hebben daar heel erg gemengd samengeleefd. En nu is het gebied opgedeeld in verschillende landen. Irene zegt ook aan het eind van het boek, iedereen heeft nu zijn eigen geschiedenis naast elkaar. Jullie zoeken mensen op, jullie komen mensen tegen die nog steeds geloven in dat gemengde samenleven. Is dat een illusie? Is dat iets wat vroeg of laat weer gaat gebeuren omdat het niet anders kan? Dat is mijn vraag aan jullie aan het eind. Irene. Ja, ik zou willen zeggen, dit is geen illusie, want ze moeten. Ze wonen er samen, ze leven er samen. En er zijn ook nog steeds een hele grote groep mensen die dit ook echt samen, die daadwerkelijk samenleven. Dus het is niet helemaal waar natuurlijk dat iedereen nu apart leeft. Er zijn ook nog een hele grote groep die wel elkaar opzoekt en die ook vecht tegen dat nationalisme en he, dat, die opdeling en tegen die, dat eeuwig maar herhalen van dat we zo, iedereen zo anders is. Dus ja, ik denk wel dat ik geloof niet dat dat een illusie is. En zeker omdat ik ben eigenlijk zoveel mensen tegengekomen die dat echt willen en daar wel in geloven en er ook nog wel voor vechten. Of het nou politici zijn, of denkers, of schrijvers. En zolang die er zijn, dan moet dat toch kunnen. En er zijn ook mensen die het bewaren in een doosje en die zeggen, we bewaren hier nog de Bosnische geest. Mm-hmm. En eens is die nodig. Jouw vrienden Nejat en Sijad bijvoorbeeld. Sijad in Sarajevo in hun bibliotheek. Ja. En dat is mooi. Ja. Guido? Ja, ik wist natuurlijk dat deze vraag kwam en ik heb daar heel lang over nagedacht. Ik vind dat ontzettend moeilijk. Ik denk, wat ik nu kan zeggen, want we willen allemaal heel graag een biertje. En, je kunt het ook omkeren. Er was een samenleving die hoe dan ook, zoals onze hier in Amsterdam, ook door en door gemengd is. En daarover zeggen, oorlog is onvermijdelijk, want wij voelen ons als nationale gemeenschap of groep bedreigd, was zo'n pertinente leugen. Was zo'n ontkenning van de realiteit. En ik denk, als we dat nou eerst met z'n allen onderkennen, dat nationalisme zo'n onwaarschijnlijke leugen is. Want het is helemaal niet zo dat onze samenlevingen sinds de Bosnische oorlogen in de Balkan niet meer gemengd zijn. Dat zijn ze nog steeds. Het is onmogelijk om zuivere bloedlijnen. Ik bedoel, dat is bloed en bodem denken. En daar moeten we vanaf. Nou, misschien om dan nog even over Kucinje, waar jij over begon. Mm-hmm. Daar waren wij en er waren verkiezingen. En daar won het eigenlijk de partij die zich niet wilde afsplitsen. En die uiteindelijk streefde naar weer samenleven. Dus juist. Dat vond ik toch een heel positief geluidje. En een hele kleine bergdorpje. Ja. Het is geen illusie. Nationalisme is gebaseerd op een leugen. Het is onmogelijk om niet gemengd te leven. Dat is het andere verhaal wat jullie vertellen in jullie boeken. Dat is het andere verhaal wat jullie vanmiddag hebben verteld. Jullie spoeden je nu naar die tafel, want daar kan iedereen 9 steden kopen en 4 mensen bloed en honing. En mijn boek Gastvrijheid mag je ook nog kopen. Nogmaals, over 20 minuten moeten we eruit. Je kan daar aan die tafel natuurlijk vragen stellen aan Irene en Guido. Nicole ook, als hij erbij gaat staan. Ik wil voor die tijd in ieder geval even een enorm applaus, want 9 steden is in de wereld. APPLAUS